2012 was een druk tabletjaar, waarin we een verschuiving zagen naar kleinere beeldschermen en waarin Apple niet zoals gebruikelijk één nieuwe iPad uitbracht, maar liefst drie nieuwe modellen. Maar laten we beginnen bij Android. In januari zagen we voor het eerst de Memo 370T van Asus, een goedkope 7-inch tablet die behoorlijk indruk maakte. Hij verdween echter snel van de radar, maar dook in juni opeens weer op onder een andere naam, de Nexus 7, de eerste tablet in Google's Nexus-lijn. Het 8 GB model kostte maar $199 en de tablet was dan ook een verkoopsucces. Mede door versie 4.1 van Android, die samen met de Nexus 7 geïntroduceerd werd. De nieuwe Android-versie was een stuk sneller dan zijn voorgangers en bevatte Google Now, een nieuwe app van Google om informatie te vinden en nuttige informatie voorgeschoteld te krijgen, zelfs als je er niet expliciet om vraagt. Een paar maanden voor de introductie van de Nexus 7 vond het jaarlijkse Mobile World Congress plaats in Barcelona. En veel fabrikanten toonden hier hun nieuwe tablets. Samsung pakte uit met de Galaxy Tab 2-serie, die niet heel veel beter was dan zijn voorganger. De nieuwe tablets konden wel beter overweg met HD-video en ze hadden een nieuw design. Maar grote upgrades, dat waren het niet. Ook zagen we van Samsung de Note 10.1. Toen nog in feite een Galaxy Tab 2, maar dan met een stylus. Toen de Note 10.1 uiteindelijk in augustus op de markt kwam, had Samsung hem echter nog flink onder handen genomen. De behuizing was aangepast, de hardware had een upgrade gekregen en ook softwarematig had de Note 10.1 heel wat te bieden. Die snelle hardware, daar merkten we eigenlijk iets te weinig van in de praktijk en samen met de hoge prijs zorgde dat ervoor dat we niet erg onder de indruk waren van Samsung's high-end tablet. En je merkt gewoon dat op zo'n groot scherm dat hele Note-idee beter uit de verf komt. Maar als je helemaal niet zin hebt om te tekenen en dat pennetje helemaal niet wil, ja, dan zijn er eigenlijk gewoon veel betere alternatieven te krijgen. Asus ging ondertussen door met het uitbreiden van zijn Transformer-serie. Eind 2011 was de Prime uitgekomen en in 2012 volgden nog de goedkope 300T en de duurdere Transformer Infinity, een van de eerste tablets met een resolutie van 1920x1080 pixels. De Infinity kreeg al snel gezelschap van Acer's Iconia Tab A700, die nog altijd een van de beste schermen heeft die wij ooit getest hebben. Dan komen we aan bij het scherm. Normaal dus echt een moeilijk punt voor Acer, dat blijkt wel uit het verleden. Maar dit keer hebben ze het echt goed voor elkaar. De resolutie, dat zeiden we, die is hoog, 1920x1200 pixels. De kijkhoeken zijn prima en vooral de kleurreproductie die is echt heel erg goed. We hebben hem doorgemeten en alle kleuren, ja, die kloppen gewoon. En dat klinkt misschien logisch, maar dat is jammer genoeg nog steeds de uitzondering op de tabletmarkt. Wat alleen wel liever gezien dat het scherm ietsje feller was. Nu heb je vaak spiegelingen, vooral als je buiten in de zon loopt. In de tweede helft van het jaar bracht Sony nog een bescheiden update uit van zijn Tablet S, die Xperia Tablet S gedoopt werd. Het design bleef grotendeels hetzelfde, maar de tablet was wel dunner, lichter en sneller. Nou, daarnaast is hij lichter en dunner dan zijn voorganger, waardoor hij echt wat lekkerder vasthoudt. We vinden het design nog steeds niet echt wat toevoegen ten opzichte van een normale platte tablet, maar deze keer zit het in ieder geval niet in de weg. In oktober kondigde Google wederom een nieuwe versie van Android aan. Versie 4.2 was een kleine update, maar bracht voor tabletgebruikers wel een belangrijke nieuwe feature. Namelijk ondersteuning voor meerdere gebruikersaccounts die elk hun eigen homescreen, instellingen, wallpapers en applicaties hebben. Daarnaast ging voor tabletgebruikers het notificatiemenu op de schop, waarbij de weergave die Google met Android Honeycomb introduceerde, verdween. Gelijktijdig met versie 4.2 van Android introduceerde Google ook een nieuwe Nexus tablet, die samen met Samsung was ontwikkeld, de Nexus 10. Deze viel op door zijn indrukwekkende specs. Het is de eerste tablet die van het nieuwe Cortex A15 processorontwerp van ARM gebruik maakt en de eerste 10,1-inch tablet met een resolutie van 2560 bij 1600 pixels. Afgelopen jaar introduceerde Apple maar liefst drie nieuwe iPads. En dat is opmerkelijk, want de twee jaren ervoor ging het maar om één model per jaar. De eerste was geen verrassing. De iPad 2 was aan een opvolger toe en die kwam in maart 2012. Hij heette geen iPad 3, maar gewoon de nieuwe iPad. De belangrijkste vernieuwing was het nieuwe Retina-scherm, dat nu een resolutie had van 2048 bij 1536 pixels, vier keer zoveel als bij de iPad 1 en 2. Dat vereist meer rekenkracht, dus Apple ontwikkelde speciaal daarvoor de A5X-chip, met een extra snelle grafische processor en veel geheugenbandbreedte. Door al die nieuwe hardware was wel een grotere accu nodig,
En dat zorgde weer voor dat de nieuwe iPad iets dikker, zwaarder en warmer was dan zijn voorganger. Maar die kleine puntjes stonden een verkoopsucces uiteindelijk niet in de weg. Dan komen we nu natuurlijk uit bij de grote vraag. Is hij de upgrade waard? Nou, dat hangt er een beetje vanaf van wat je nu hebt en hoe je huidige tablet gebruikt. Heb je een iPad 1, dan is de nieuwe iPad eigenlijk op alle vlakken is hij een verbetering. Dan is hij dunner, dan is hij lichter, een veel mooier scherm en hij is sneller. Heb je een iPad 2 aan de andere kant, dan zijn de verschillen al een stuk minder klein. Ja, het scherm is heel veel scherper, dus als je op dit moment stoort aan de resolutie van je iPad 2, ga je daar wel op vooruit. Maar dan moet je wel accepteren dat je op andere vlakken weer achteruit gaat, want hij is dan wel warmer, duurt langer op te laden, hij is iets zwaarder en wat dikker. De meest interessante iPad van 2012 was ongetwijfeld de iPad Mini. Een kleinere versie met een scherm van 7,9 inch in plaats van 9,7 inch. Lange tijd had Apple volgehouden dat 9,7 inch het ideale formaat voor een tablet was. Maar het succes van bijvoorbeeld de 7 inch Kindle Fire in Amerika ging bij Apple ook niet onopgemerkt. En er werd dus besloten om ook een kleine iPad te maken. Op papier maakt de iPad Mini met een enigszins oude processor en lage schermresolutie niet veel indruk. Maar hij bewijst dat een product soms meer dan een som der delen is. De kleinere behuizing en de verbeterde ergonomie zorgen ervoor dat hij een stuk makkelijker vast te houden is dan de normale iPad. En we zouden dan ook niet raar opkijken als we in het jaaroverzicht van 2013 moeten concluderen dat de iPad Mini populairder blijkt dan zijn grote broer. De derde iPad uit 2012 kwam een beetje onverwacht. Met een Retina iPad van net een half jaar oud en de nieuwe iPad Mini leek de line-up wel compleet. Apple besloot echter om die Retina iPad na een half jaar alweer te vervangen voor een nieuwe generatie met een veel snellere processor die voor het eerst compleet door Apple zelf ontworpen was. Daarnaast verving Apple de oude 30 pins connector die al sinds de iPod gebruikt werd door de nieuwe Lightning connector die samen met de iPhone 5 geïntroduceerd was. Dat hij kleiner is dan een normale iPad, dat vinden we dus wel een goede zaak, maar perfect is deze eerste iPad Mini nog niet. We hadden echt graag een beter scherm gezien en ook een snellere chip. Had ook geen kwaad gekund en die twee dingen zouden er meteen voor zorgen dat je net wat meer waar voor je geld krijgt. En nu is hij met €329 namelijk relatief duur als je kijkt wat je daarvoor terugkrijgt. Voordat de iPad er was, draaiden vrijwel alle tablets op Windows. Dezelfde versie als gebruikt werd op desktops en laptops. Omdat die apparaten verre van succesvol waren, besloot Microsoft voor Windows 8 een nieuw startmenu te ontwikkelen. Dat speciaal gemaakt was voor touchscreens. Dit menu, dat lange tijd de Metro interface genoemd werd, maar nu bekend staat als Modern UI, is het eerste dat je ziet als je een systeem met Windows 8 opstart. Om nog beter de strijd met de concurrentie aan te kunnen, moesten Windows tablets ook dunner en zuiniger worden. En daarom ontwikkelde Microsoft een speciale versie van Windows 8 die kon draaien op zuinige ARM-processors. Dezelfde chips die in moderne smartphones en tablets gebruikt worden. Deze versie werd Windows RT genoemd en verschilt op één belangrijk punt van Windows 8. Je kan er geen oude Windows-programma's op draaien. Alleen apps die voor de nieuwe Metro-interface gemaakt zijn. Om Windows 8 en Windows RT een extra zetje in de rug te geven, besloot Microsoft om zelf tablets te ontwikkelen onder de naam Microsoft Surface. De Windows 8 versie, die de naam Surface Pro krijgt, komt pas in 2013. Maar in 2012 werd al wel de Surface RT uitgebracht. Deze ARM-tablet werd ontvangen met gematigd positieve recensies. Voor een eerste poging had Microsoft een stevige en strakke tablet afgeleverd, met een innovatieve schermcover waarin een toetsenbord ingebouwd zat. De tablet werd echter bekritiseerd op zijn snelheid en op het feit dat er nog veel minder Metro-apps zijn dan apps voor iOS en Android. Niet alle partners van Microsoft waren overigens blij met de komst van de Surface tablets. Vooral Acer liet duidelijk weten dat het dacht dat Microsoft een fout beging door op de hardwaremarkt te concurreren met zijn eigen partners. Naast Microsoft introduceerde ook Asus een Windows RT tablet, genaamd de VivoTab RT, die vergezeld ging van een toetsenborddock met ingebouwde accu, net zoals bij de Transformer tablets van het bedrijf. Samsung en Dell kondigden ook RT-tablets aan, maar wisten deze niet voor het einde van het jaar in de winkels te hebben. Omdat Windows RT en Windows 8 dezelfde Metro-interface hebben, kozen een boel fabrikanten er ook voor om tablets uit te brengen met x86-processors van Intel en de volledige versie van Windows. Onder andere Acer, Samsung, HP en Dell deden dit en bij een aantal modellen zagen we weer de vertrouwde, losse toetsenbordjes. Dat is een beetje jammer dus. We weten nog steeds niet in gebruik welke nou echt het lekkerste aanvoelt. Daarvoor moeten we nog eventjes wachten. Eind oktober komt Windows 8 uit. Dan komen deze tablets ook in de winkel en dan kunnen we echt de vergelijking maken om te kijken of je nou beter de RT-versie kan kopen of de normale versie. In 2013 staat natuurlijk het nodige te gebeuren. En hoewel weinig zeker is, blikken we toch even vooruit. Van Google verwachten we halverwege het jaar wel een nieuwe Android-versie. Al zal daar visueel waarschijnlijk weinig in veranderen. Wat Android momenteel nodig heeft is een beetje stabiliteit.
Nieuwe Nexus tablets verwachten we eigenlijk niet. De Nexus 10 is pas net uit en in veel landen nog ineens verkrijgbaar. Wellicht dat de Nexus 7 later in het jaar nog een refresh krijgt. Van de andere fabrikanten verwachten we eind februari op Mobile World Congress in Barcelona veel te zien. Een heleboel 10,1 inch modellen zullen Full HD schermen krijgen. En daarnaast verwachten we veel tablets met Cortex A15 chips. In navolging van de Nexus 7 en iPad Mini zullen veel bedrijven zich ook op kleinere tablets gaan storten. Van Apple verwachten we in 2013 zeker een nieuwe iPad Mini met een Retina scherm. Al zal die waarschijnlijk pas tegen het eind van het jaar uitkomen. De grote vernieuwing moet de komende jaren misschien wel van iOS gaan komen. Apple heeft industrieel ontwerper Jonathan Ive, die verantwoordelijk was voor het ontwerp van onder andere de iPhone, iPad en iMac, nu ook verantwoordelijk gemaakt voor software design. Wellicht zien we daar in 2013 al de eerste resultaten van. Windows 8 zal begin 2013 nog in het teken staan van apparaten die de deadline van eind 2012 niet gehaald hebben. Later in het jaar schijnt Microsoft al met een eerste update voor het besturingssysteem te komen. En verder verwachten we allerlei hybride tabletvormen te zien met de volgende generatie Intel en ARM-chips.